De carnaval is voorbij, de haring is op en de askruisjes zijn binnen. Nu is het tijd om 40 dagen sober door te brengen. Ze zijn weer begonnen. De 40 dagen waarin we vasten. Tussen carnaval en Pasen. 40 sobere dagen waarin we even laten wat we normaal zo graag doen. Toch valt het op dat steeds minder mensen hier gehoor aan geven. Waar carnaval steeds populairder wordt, wordt het vasten steeds vaker overgeslagen. Hallo. Zo. Hallo. Hallo. Zo. Nou, Dini, u vast eigenlijk, of nou, u heeft eigenlijk gevast in uw leven, hè? Maar ja. Hoe ziet het vasten er nu nog uit? Nu, ik denk bij de meeste mensen, wordt er niet meer gevast. Nee? Nee, heel weinig. Heel weinig, oké. Okay. Ja, dat is heel jammer eigenlijk, want ze hebben dan ook geen besef meer van het geloof natuurlijk. En dat was in de vaste tijd, dat mocht je eigenlijk minder eten. Minder. Als ouders, als volwassenen. Uh-huh. Dan gingen ze volwassenen gingen wat minder eten. Dus, maar ze moesten wel eten omdat ze ook heel hard moesten werken. Ja, precies. Dus de volwassenen eigenlijk, hè? Dus de ouders, die mochten wel wat meer eten. Ja. En hoe zat dat dan bij de kinderen? En de kinderen, die hadden dus, die gingen vasten bijvoorbeeld, mochten geen snoepjes in de week. Nee, ja, je kreeg wel eens bij iemand een snoepje bijvoorbeeld. En dan deed je het in een vaste trommeltje. En hadden we allemaal vaste trommeltjes thuis. Dus u had ook zo'n vaste trommeltje? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, heerlijk. Alle meisjes uit de buurt. Vasten hoeft natuurlijk niet iets ouderwets te zijn. Het komt ook nog in andere religies voor. Ze hebben het altijd wel over die Ramadan of wat is het? Ja, want dat is het verschil tussen Ramadan en het vasten. Ja, eigenlijk is het, die doen het nog heel streng. Ja. Dat is het grote verschil. Mm-hmm. Hè? Die in hun geloof doen ze, eten ze helemaal niet overdag. Hè? In onze vaste tijd was het wel dat je nog wel mocht eten, want mensen moesten ook zo hard werken op het land en weet ik wat allemaal. Hè. Ja. Boodschappen kan dan ook best een uitdaging zijn met al die lekkere aanbiedingen. Hey, en dit soort dingen, wat doen we daar dan mee? Nee, dat hoort niet bij de vaste tijd. Precies, daar moeten we voorbij rijden. Ja, daar moeten we allemaal voorbij rijden. En ja, hey. En hakelslagbrood was er dan ook niet. Nee, hè? Dan is er helemaal geen zoetigheid meer. Nee, nou, jam. Of zo, dat kon nog wel. Ja. Het gaat er eigenlijk om dat je voor jezelf een versterving doet. Oké. Okay. Dus voor jezelf een soort van challenge, een uitdaging. Ja. En dat is eigenlijk al vasten. Ja, ja. Want als je nou iets heel graag hebt en je doet het niet in de vaste tijd, dan is dat toch een versterving. Hé, maar deze hoort er eigenlijk niet bij, toch, bij de vaste tijd? Nee, dat is waar. Dit is, maar mijn man die vindt die zo lekker. Dus. Oh, ja. Ja. Je zou het bijna vergeten met alle conflicten in de wereld, maar ook in Oekraïne is nog steeds een oorlog gaande. Een oorlog waarin burgers nog steeds volop hulp nodig hebben. Keep Them Warm is een studentenorganisatie en zamelt geld en kleding in om naar de grens van Polen met Oekraïne te brengen. Van daaruit worden de spullen door Canadese ex-militairen naar het oorlogsgebied gebracht. De studenten nemen vervolgens weer Oekraïnse vluchtelingen mee terug naar Nederland. En in de Nijmeegse Sint-Stevenskerk is momenteel een expositie te zien van deze studentenorganisatie. Het conflict dat duurt al wel even. We zitten nu bijna 2 jaar oorlog. Inmiddels is er inderdaad een heleboel gaande. Ik denk dat het voor ons vooral heeft geraakt, omdat het raakt toch de Europese grenzen. Dat vonden wij vooral een heel erg eng idee, dus daarmee hadden we ook veel meer contact mee. Vervolgens hebben we natuurlijk ook andere conflicten gezien inderdaad. Wij hebben gemerkt dat we ons hierin hebben gedoken, dat we dit hebben opgezet en dat we van daaruit dus ook de basis hebben om hiermee verder te gaan. Tijdens het opzetten van de Nijmeegse tak van Keep Them Warm raakten de 6 studenten in contact met verschillende partnerorganisaties. Zo werken ze bijvoorbeeld samen met On My Way UA. Ja, het is eigenlijk gewoon een partnerorganisatie. Dus wij zijn vooral bezig met donaties binnenhalen, kleding inzamelen, etc. Maar om ook vluchtelingen mee terug te nemen naar Nederland, moet dat natuurlijk wel gecoördineerd worden. Dus het is eigenlijk een partnerorganisatie die in eerste instantie in Leiden is ontstaan.
De inzamelingsactie die Keep Them Warm Nijmegen heeft opgezet bestond uit een samenwerking met middelbare scholen en supermarkten binnen de regio. Rond de 100 vuilniszakken vol met winterkleding mogen inzamelen. En wanneer het om voedingsmiddelen gaat, hebben we 3 volle winkelkarren vol met voedingsmiddelen ingezameld. Wat we denk ik vooral ook wilden bereiken is dat wat we hebben gezien tijdens de ritten en dat wat je ervaart daar aan de grens, dat het heel erg lastig is om dat vanuit Nederland te ervaren. En dat lukt misschien beter met plaatjes. Dus toen hebben Lars Bressers en Max Schoneberg, die samen met ons ook die rit hebben opgezet, die zijn hobbyfotografen en die wilden daar eigenlijk een fotoboek voor maken. En dat hebben we eigenlijk vertaald naar een expositie om in beeld te brengen van wat kom je daar tegen. En in de ogen van de Oekraïners kun je ook veel beter zien wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ik denk dat het vooral in verhalen zit. Dus wij waren daar veel in contact met vrijwilligersorganisaties die zelf ook echt de crisisgebieden in Oekraïne ingaan. Bouke benoemt hierbij dat het vooral om verhalen gaat omtrent verkrachting. Maar natuurlijk ook inslagen waardoor mensen hun huis verliezen. Mensen die hun man moeten achterlaten, die aan het front moet vechten. Eigenlijk zie je de wanhoop onder Oekraïense vluchtelingen. Ik denk in het begin van de oorlog zie je vooral dat veel nieuws terechtkomt, dat veel over wordt gelezen. En dat neemt denk ik af naarmate het conflict langer duurt. En dat merken we nu ook. Dus op deze manier, door een expositie op te zetten en dat in een Sint-Stevenskerk in Nijmegen te kunnen laten zien, merk je toch dat je mensen wel weer van bewust van maakt van hey, dit speelt nog. En hier moeten nog dingen voor worden georganiseerd en een initiatief in worden genomen. Omdat Oekraïners anders wanhopig aan de grens blijven hangen. Het Nijmeegse stadsbestuur heeft plannen om 500 woningen te bouwen bij winkelcentrum Dukenburg. Dit zou in de vorm van woontorens moeten gebeuren, waarvoor één deel van het huidige winkelcentrum plat moet. Het plan zou ervoor moeten zorgen dat het stadsdeel een flinke oppepper krijgt. De westzijde van het winkelcentrum, aan de kant van het busstation, zou moeten worden afgebroken omdat hier de meeste leegstand plaatsvindt. Hiervoor in de plek komen woningen en een plein met een groene entree naar het winkelcentrum. De gemeente hoopt dat het Rijk financieel wil ondersteunen. In een kasteel lopen natuurlijk prinsen en prinsessen rond en het wordt beschermd door ridders. Vandaag kon je ook even terug in de tijd in kasteel Wiegen. Kinderen, maar ook volwassenen, trokken het mooiste kostuum aan om op de foto te gaan als echte prinses of ridder. Prinses. Ik ben een Romein, hij is een ridder. Ik ben een ridder. Nou ja, daar liggen ridderkleren, daar liggen prinsessenkleren. We hadden net ook een opa die het Romeinenpak aantrok. En dan de moeder met deze jurk en een klein meisje op schoot. Dus die vonden het helemaal fantastisch. En als ze niet verkleed willen, want dat mag ook hè, als je een bepaalde leeftijd hebt. Nou, dan mogen ze ook zo op de foto als ze dat willen. En wij zorgen dan, of de administratie zorgt ervoor dat die foto's per e-mailadres toegestuurd worden. En hoe ga je dan als prinses of ridder op de foto? Gewoon lachen. Big smell. Ja? Iedereen mag meedoen en verkleden. En het was net een hele schattige foto. Het was de opa, die was uit Frankrijk overgekomen. En dan met z'n drieën op de foto. Nou, dat is natuurlijk een superleuk souvenir om mee naar huis te nemen. Hè? En hebben ze nog een beetje carnaval gevierd? Zeker. Ja, zeker. In Brabant. In Brabant? Ja. Ja, mijn vader en mijn hele vaderskant komen allemaal uit Brabant, dus. Ja, ik heb hier in het dorp gevierd. Ik ook. Ik heb de kinderoptocht gelopen en ook gewonnen en de grote optocht gelopen. De voorjaarsvakantie staat voor veel mensen in het teken van carnaval. En om de vakantie goed af te sluiten, kunnen ze zich nu nog één keer verkleden. Vakantieactiviteiten, ja, gewoon als vakantieactiviteit om een keer iets anders te kunnen aanbieden aan kinderen. En zeker met dit slechte weer is het natuurlijk heel fijn. Hè? En kunnen ze nog een klein beetje cultuur meegeven, een beetje geschiedenis. Alles is meegenomen dan. Hè? Dan gaan we nog even naar de sociale media. De politie in Bergendal is op zoek naar getuigen van een mishandeling. De mishandeling vond in de nacht van afgelopen zondag op maandag plaats. Rond 1 uur op het Dorpsplein in Groesbeek. Een slachtoffer zou in de carnavalstent door 2 personen zijn mishandeld. Eén van hen is aangehouden, maar naar de ander is de politie nog op zoek. Mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Gemeente Bergendal roept inwoners op om met ideeën te komen om hun buurt leuker te maken. Via Forte Welzijn kan dan een waardebon worden aangevraagd om dit te realiseren.
Het kan bijvoorbeeld gaan om groene tuinen, een fietscursus voor de kinderen, een jeu de boelbaan of iets anders. De waardebon heeft een waarde tussen de 50 en 500 euro. Er is een beperkt budget. En een bijzondere bezienswaardigheid in het Amalia Kinderziekenhuis. Dat meldt het Radboud UMC op Instagram. Hier kwam afgelopen week namelijk een 2 meter lange boot van Lego binnenvaren. De boot is gemaakt door deelnemers van het tv-programma Lego Masters. Kinderen in het ziekenhuis kunnen raden uit hoeveel steentjes de boot is opgebouwd. Na een natte ochtend bleef het de rest van vandaag redelijk droog. Dat weerbeeld zal ook morgen doorzetten. Er is zowel in de ochtend als de middag kans op wat regen. Tussendoor is het vooral bewolkt en de zon laat zich maar weinig zien. Wel blijft het zacht bij zo'n 13 graden. Ook het weekend zal wisselvallig blijven. Op zaterdag is er een mix van enkele buien, bewolking en af en toe wat zon. En zondag wordt het weer wat natter en zal het dus vaker regenen. De temperatuur zakt iets terug naar 10 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 15 februari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. Kijk op onze website rn7.nl voor het laatste nieuws. Hier zie je ook een overzicht van de nieuwste films die deze week in onze regio te zien zijn. Inclusief de titels die niet in Nu in de Bios zitten. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.